Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ga vandaag weer een rondje Efteling doen en ik begin eerst eventjes met de nieuwe attracties Archipel en Sirocco. Welkom lieve gasten, blij dat we jullie weer mogen ontvangen. Maanden is er gewerkt aan Sirocco. Bij deze gaan we de sleutel overdragen. Kom maar, gaan we deze poort openmaken. Dan, eerste rondje. Hij gaat veel harder dan de Munchie Cannibal, jongen. Dat is echt niet normaal. Als ik door de Efteling loop, is er al één ding wat mij opvalt. En dat is namelijk dat ze de winter Efteling al aan het afbreken zijn. De Efteling heeft vorige week besloten om de winter Efteling toch vroegtijdig af te breken in verband met de coronamaatregelen. Dus ik ga jullie dat nu even laten zien. Nou, zo ziet de winter Efteling er nou uit. Helemaal kaal eigenlijk. Ze zijn dus helemaal bezig om het af te breken helaas. Ik loop nu op het heksenpad en hier is helaas ook niet zo leuk nieuws. Het spookslot gaat verdwijnen, dat heeft de Efteling zojuist aangekondigd. Er komt dus een andere attractie voor in de plaats. En ja, die gaat 25 miljoen euro kosten. Even in vergelijking met hoe duur het spookslot is. Het spookslot is 2,5 miljoen gulden. Dus dat moet je maar even vergelijken. Nou ja, de attractie gaat dus weg, maar de Efteling fans zijn het daar niet mee eens. Ze willen dat die blijft staan. Ze hebben zelfs al een petitie gestart met meer dan 4000 handtekeningen. Efteling fans vinden het een nostalgisch gebouw en daarom willen ze dus dat het blijft staan. Wij gaan in ieder geval nog eventjes een ritje maken, want dat kan natuurlijk niet ontbreken. Nou, ik ga jullie eventjes een leuk Easter eggje laten zien. Let op. Hier zit een deur. Als je aan de hendel trekt, gebeurt er dit. Best wel een leuk Easter egg. Nou, we zitten weer in de Sirocco, dit keer met Sebastian erbij. Hi. Hi. Nou, hij gaat ook even... Handelsreizigers, zet je handelswaard goed vast tussen je voeten. En blijf zitten tijdens de vaart. Hij gaat ook even... Hij gaat ook even ervaren wat hij ervan vindt. Ja. Ja. Ik, zeg maar, vanmorgen voelde ik me nog niet helemaal lekker, dus ik weet niet of dit nou een succes wordt. Maar, nou, we gaan het zien. Ja. Oh.
Hoe vond je hem? Leuk! Ja, hè? Ja. En nog een keer. Nou, ik hoef het je waarschijnlijk niet te vertellen. Hier komt een nieuw hotel op de parkeerplaats van de Efteling dus. Met maar liefst 143 kamers, 7 verdiepingen en 50 miljoen euro. Zo. Ja, het is veel, hè? Zo, dat je daar, heb je daar uit je hoofd geleerd? Ja. Zo. En, oh ja, een zwembad en een restaurant. Dat was ik nog vergeten, ja. Oké. Okay. Maar ik ga jullie dus eventjes het bouwterrein laten zien. Hier hebben ze dus al een heel hek geplaatst. Ja, gewoon schutting. Ja, is gewoon, een schutting. Ik kan er niet overheen kijken, zo hoog het is. Ja, zo'n lelijke schutting zou ik achter in mijn tuin echt niet willen. Nee. Dus. Nou, ik ga anders even kijken of ik iets kan laten zien. Daarachter zijn ze ook allemaal bezig. In het park zijn ze ook allemaal bezig met Efteling. Het Dwarrelplein is één grote bouwplaats. Ja. Het is echt alsof zeg maar, de gemiddelde bouwplaats in een stadje of dorpje in Nederland stelt niks voor bij vergeleken met dit. Mm-hmm. Dit is één groot bouwterrein, overal. Ja. Ja. Dus ergens tussen die bouwterreinen heb je nog een beetje Efteling op dit moment. Nou, ik wou jullie daar even laten zien hoe het er nou uitziet, maar ik ben zeg maar zo klein dat ik er nog niet eens met mijn camera overheen kan kijken. Dus ik ga jullie dit gewoon even laten zien, want hier zijn ze ook bezig. Wat ze hier nou precies aan het doen zijn, dat weet ik niet. Ik denk ook iets voor het hotel of zo. Ja, dat ziet er dus zo uit. Nou, met het dak zijn ze dus ook bezig van de 5 zintuigen, want dan gaan ze dus heel nieuw riet opleggen. Want als je hier kan zien, ja, het is gewoon vies. Er zit allemaal rotzooi op en zo, dus dan moeten ze gewoon vernieuwen. En zoals je daar kunt zien, zijn ze daar allemaal al bezig met de voorbereidingen daarvan. Ja, je kan het niet heel goed op camera zien, denk ik, maar je ziet daar touwen. Dat zijn dus veiligheidstouwen, dus als ze op het dak gaan. Ja, tenminste, daar ga ik vanuit. Ja, daar ga ik ook wel vanuit. Zou ik het niet weten. En het riet, het wordt volgens mij gedaan door een bedrijf uit Elshout. Nou, dan hebben we alles weer gehad eigenlijk, hè? Ja. Zo, dit was de Efteling vlog alweer. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Vergeet dan natuurlijk niet eventjes een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren hier beneden op mijn kanaal. En dan zie ik jullie gewoon weer de volgende keer. Doei! Lekker.